Daan, 2-1 verliezen bij Ajax. Met welk gevoel sta je hier? Ja, ik heb er flink de pesten in. Want dit had totaal niet gehoeven. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, eerste helft best wel oké. We hadden wel controle. Begon niet heel bijzonder of zo, maar we hadden wel controle. Er zijn weinig kansen. We kwamen er wat beter in. We hadden eigenlijk totale controle, maar de tweede helft, ik weet niet wat daar gebeurde, maar het is gewoon schandalig hoe je de tweede helft speelt. We moesten alleen maar, zij konden gewoon opbouwen wat ze wouden. Ik moest alleen maar achter de bal aanrennen bij Hato. En we durfden niet meer vooruit druk te zetten. Tweede ballen wonnen we niet meer. En dan alsnog blijf je met 1-1 best wel in de wedstrijd. Maar ja, op een gegeven moment krijg ik een kans dat de keeper mij de bal inspeelt. Als je die scoort, dan kom je 2-1 voor en dan win je hier de wedstrijd. Maar ja, in deze fase in de competitie, hoe het er nu in zit, vind ik gewoon dat die bal binnen moet. Dan win je die wedstrijd gewoon. En nu, 3 minuten of 4 minuten later, ik weet niet precies, krijg je een penalty tegen. En dan krijg je het nog heel zwaar in de laatste. En ook al kwamen we 2-1 achter, volgens mij hadden we in de blessuretijd nog 2 best wel grote mogelijkheden. Maar alsnog, dat reken ik wel deels mezelf aan dat wij niet 2-1 voorkwamen en daarna 2-1 achter. Wat je zegt, jullie konden geen druk meer zetten de tweede helft. Had dat alleen met jullie te maken of ook met Ajax, aangezien zij van 5-3-2 naar 4-3 gingen? Nou ja, zij zetten het om. Maar we spelen volgens mij altijd tegen 4-3, dus dat is helemaal niks nieuws. Dat was gewoon onze eigen schuld. Normaal gesproken, Ricky zet druk op Sutalo. Ik loop door op die Turkse jongen, Kaplan. En dan gaan wij gewoon voor het hoge druk en voor agressief druk, ook hier in de arena. Maar dat gebeurde niet meer. We bleven zitten, waardoor Hato kon opstomen. En ik wil niet zeggen dat het elke keer de fout is van de back. Maar ik denk wel dat je meer lef moet tonen hier in de tweede helft. Want nu bleef je maar achter de bal aanlopen. Volgens mij heb ik geen bal geraakt van de 45ste tot de 60ste, 70ste minuut. En daarna kwam het weer een beetje, maar ik weet niet, schandalig. Hoe ging het eraan toe in de kleedkamer na de wedstrijd? Tenminste, ik merk bij jou wat emotie. Ja, bij mij was er wel emotie, want ja, ik vind gewoon dat er gemiste kans is hier. We hadden gewoon echt kunnen winnen hier. En als je dan zo'n tweede helft speelt, was het was wel een beetje stil. Veel jongens baalden. Er werden wel een paar conclusies over de wedstrijd getrokken en de trainer deed nog een woordje. Maar voor de rest, er werd niet heel veel gezegd. Snel vergeten en op naar de volgende? Ja, we hebben nu 10 dagen voor Almere, dus snel vergeten en zo snel mogelijk focussen op Almere en dan in de Grolsvesten weer laten zien wat we echt kunnen. Dat denk ik wel.